Rogier, als je deze wedstrijd in één woord zou moeten samenvatten, welk woord zou je erop plakken? Dat wordt lastig in één woord, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat, dat het in ieder geval gelijk opgaand was, hè, de wedstrijd. En Ajax had wel iets meer de bal, maar ik denk dat daar niet overdreven veel kansen uit voortkwamen. En dat wij zeker onze momenten ook hadden. Ja, en dan is de 0-1 is natuurlijk wel een domper, hè, omdat je eigenlijk niet zoveel hebt weggegeven. Nou, ik denk dat we ons wel uitstekend herstellen. Eigenlijk alles of niks hebben gespeeld om een gelijkmaker te maken. Dan wordt het helaas eerst 0-2 en komen we nog een keer terug. Ja, uiteindelijk denk ik wel gelijk opgaand en ja, had er wel iets meer in gezeten. Ja, want ik had het idee, als er een keer de mogelijkheid was om van Ajax te winnen, dan was het vandaag wel. Ja, nee, kijk, ik denk dat er bij Ajax ook een verschil is in kwaliteit, hè, met voorin en achterin. Hè. Voorin hebben ze natuurlijk topkwaliteit, internationaal topniveau. Achterin wat minder. Alleen ja, om daar onderuit te voetballen en de juiste keuze te maken, ja, dat hebben we niet altijd gedaan. En als we dat wel deden, kwam er ook direct gevaar uit. Dus ja, dat ben ik wel een beetje met je eens. Ja, ik vind het jammer dat we verloren. Ik denk dat we hadden een goede kans in de wedstrijd om te scoren. En ik denk, als je tegen Ajax speelt, ja, dan heb je misschien 2-3 kansen om te scoren. En dan moet je een beetje meer clinical zijn. En dat hadden we niet vandaag. Vandaag had ik wel het idee dat je meer kansen had dan normaal tegen... Je schijnt Ajax bij een topclub, hè, maar er zat meer in voor mijn gevoel. Ja, ook, dat was ook mijn gevoel. Ik denk dat in het begin waren we goed. En ik denk ook dat ons hoge druk zit, waren goed. En je ziet ook dat de Ajax had het moeilijk om te spelen tegen ons. Nu zit ik met een slecht gevoel dat dit hebben we niet alleen één punten kunnen krijgen. Elias Tafsan kwam er ook in als vleugelspeler. Nou, je zegt het al, daar lagen ook wel de kansen als je eenmaal daar kwam. Hoe vond je zijn en de invalbeurt van Robert er uitpakken? Ja, ik denk wel goed. Hè. Ella die had daarvoor al een actie dat hij over de achterlijn iemand passeert en hem net niet goed teruglegt. Anders is dat ook een goal, zeg maar. Maakt een goede goal. Maar aan de andere kant, de eerste helft had Sontje ook twee van dit soort acties. Hè, waarbij we in die 1-1 kwamen. Ja, nee, ik denk dat ze allebei wel iets hebben toegevoegd, zeker in het aanvalsspel. En dat was goed. Ja. Je benadrukte in de vooruitblik op deze wedstrijd ook al dat de verdedigende organisatie steeds weer iets beter werd. Hoe kijk je dan naar de twee tegengoals van vandaag? Ja, de tweede is kloten. De tweede is gewoon ingegooid. Dat slaat nergens op. Daar staan we gewoon niet op te letten. De eerste denk ik wel dat we in de organisatie staan. Alleen is het ook de kwaliteit van Brobby. Hè. Het enige moment dat hij vandaag kon draaien met een verdediger. Ja, laat hij ook meteen zien wat zijn kwaliteit is. En, ja, ik heb de wedstrijd nog niet teruggezien, maar ik denk niet dat we heel veel kansen hebben weggegeven buiten het schot van Taylor en de kopbal van Brobby. Dus ik denk dat we daar wel stap in maken. Je hebt de spelers ook echt de opdracht gegeven om de lijn naar Brobby af te schermen, zo leek het. Ja, zeker. Ja. Iedereen ziet zijn kwaliteit. Dat zie je ook bij de goal. Op het moment dat je dat openlaat, ja, dan kan hij mensen vastpakken en wegdraaien en dan is hij niet te houden. Dus ja, dat hebben we denk ik wel als team goed verdedigd, buiten dat ene moment. Je gaf niet veel weg, maar je creëerde ook niet zoveel. Wat maakt dan het verschil deze wedstrijd? Ja, we weten niet. Ajax is natuurlijk een goede ploeg, maar ik denk ook dat Ajax waren niet heel goed vandaag. En in deze momenten moet je een beetje scherp zijn en dat gebeurt niet vandaag. Maar ik denk dat er is veel positieve momenten in de wedstrijd en dat gaan we even kijken. Door de nederlaag wachten jullie nu al best wel lang op een overwinning. Maakt dat de wedstrijd van woensdag tegen AZ, die resterende 5 minuten, extra spannend, belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. We hebben nog 5 minuten om te spelen. En wij staan met 2-1 en dat is een goed begin. Dus dan moeten we eigenlijk de 3 punten pakken en dat is belangrijk. Nou, extra druk niet, maar het gaat natuurlijk wel een gekke belevenis worden, denk ik. Het is maar 5 minuten waarin AZ eigenlijk niks te verliezen heeft. Ja, dus daar gaan we de komende dagen met elkaar goed over zitten om daar een goed plan neer te leggen. En het zijn wel belangrijke wedstrijden, de laatste 3 met AZ erbij. Dankjewel.